Bonjour mes amis, bienvenue à Euro Truck Simulator 2, Vive la France! Zo, dat is al het Frans wat ik een beetje kan. Welkom allemaal bij Euro Truck Simulator 2. 1.26.4.s, oh nee, niet .s, 1.26.4s met de aanvulling Vive la France. Zoals jullie zien staan er niet zo heel veel gele lijntjes hier op de kaart. Dat heeft een oorzaak. Zal ik straks allemaal uitleggen. Ik ben een beetje enthousiast, vandaar dat ik mezelf een beetje voorbij praat. Vive la France, het is al een poosje uit. Ik had er de centen nog niet voor, tot voor kort. Want ik heb nu de centen er wel voor gehad. De belastingdienst was zo aardig om mij wat btw terug te storten wat ik te veel betaald had. En eigenlijk zou je denken van, oh jee, wat leuk. Dat betekent dat je verlies gedraaid hebt. Dus het is niet zo leuk, maar goed. Het is wel leuk dat je dan btw terugkrijgt, dat compenseert dan weer een beetje. En daar kon ik mooi een Vive la France van aanschaffen. Nou ja, ik had de video eigenlijk niet zo willen beginnen. Ik had eigenlijk ook hele andere video's al opgenomen en zo. En het ging al niet zoals het ging. Ik heb 2 keer eerder aflevering 27 opgenomen. Die gingen allebei hartstikke finaal de mist in. En ik hoop dat deze wel goed gaat. Ik reed in een DAF. Hartstikke mooi DAF. Ik heb inmiddels een Volvo gekocht. Ook hartstikke mooi. Ja, mijn profiel. Ik kan het wel even laten zien hier zo. Ik ben gewoon level 84 en... de afstand. Dit is niet zo heel erg veel. Ik rij in mijlen. Dat heeft ook weer een reden. Ga ik ook nog wel vertellen. Mijn geld heb ik nog. En mijn levels heb ik nog. Alleen mijn afstand is weg. Mijn gereden kilometers op de kaart zijn weg. Dat heeft ermee te maken dat ik... ik had versie 1.25. Versie 1.25 was hartstikke goed. En toen gingen we naar 1.26. Niks mis mee. Toen kregen we de Michelin update, de DLC. Kijk, ik heb nou Michelin banden en een Michelin poppetje voorop. Dit is geen mod, dit is gewoon een downloadable content, oftewel een DLC. En die kon je bij Steam krijgen voor, moest je een paar dingetjes aanklikken en leuk vinden en zo. En ik geloof dat ze 20.000... Steam keys weggaven voor de Michelin DLC. Die kun je nu gewoon kopen voor €3 geloof ik. Ja, heb je hem niet gekocht. Maar heb je hem niet gekregen met die giveaway. Dan moet je hem nu kopen. Heel vervelend. Maar €3 is ook niet echt het einde van de wereld. Als je hem per se wil hebben. En anders kun je altijd nog een modpack downloaden. Waar die ook gewoon in zit. Wat gaan we doen? Eigenlijk wil ik in het nieuwe Frankrijk even rijden. We gaan naar Montpellier. Oh nee, wacht even. Vanuit Amsterdam. Dan gaan we de andere kant op. Dat willen we niet, dat willen we niet. Dit willen we denk ik. Genève. Genève? Ligt Genève in... Oh wacht, sorry, Clermont-Ferrand. Sorry, ik zit met die daarboven. Ik denk al echt Genève nou tegenwoordig in Frankrijk, maar dat is niet zo. We kunnen wel eens even naar Clermont-Ferrand gaan. Dat is wel een mooie trailer, denk ik. Ik heb wel een modpack trouwens aanstaan. Maar dat is voor de trailers. 652 mijl. Dat is, ik geloof iets van 1000 kilometer. Dat is wat te doen, hè? En als het niet te doen is, dan knippen we er gewoon wat tussenuit. Oké, first things first. Mijn profiel. Ik heb dus mijn levels en ik heb mijn geld. Alleen ik heb mijn kilometers niet meer. En ik heb mijn garages niet meer. En ik heb mijn personeel niet meer. Ik ben alles kwijt. Dan komt er dat dus versie 1.26. Oh ja, zo kwam ik erop. 1.26 kwam uit. Alles werkte gewoon. Toen kwam die Michelin DLC uit. En toen dacht ik van, oh dat is leuk. Ik ga naar de garage toe. En ik repareer mijn vrachtwagen. En ik ga gelijk even Michelin banden eronder doen. Nou, het repareren van de vrachtwagen ging goed. Maar toen kwam ik dan in het pimpgedeelte van de workshop, zeg maar. En toen crashte de game. Ik denk, nou dat is leuk. Maar niet heus. Daar baal ik een beetje van. Dus alle mods verwijderd. Dus gewoon een schone, game. Geen mods, helemaal niks. Ik denk, ga ik het nog eens een keer proberen. Weer crashen. En dat bleef me doorgaan. Op een gegeven moment had ik zoiets van, nou weet je wat. Ik zit dan in de vrachtwagen met deze skin, deze banden. Het is niet anders, dan rijd ik mijn ritjes gewoon. Ik heb dit spel ook voor de ontspanningen, niet om een groen en geel te ergeren aan het crashen van een spel. Dus, laten we het zo maar doen. Ja, op een gegeven moment dan wil je toch die Michelin-bandjes. Niet omdat Michelin-banden zijn, want als Pirelli's waren of Gucci en Saks ook wel gewild. Maar gewoon omdat het in een spel zit, je hebt die DLC, dus dat moet gewoon werken. Nou, ik heb een testprofiel aangemaakt. Het testprofiel werkte. En ik kon keurig mijn dingen ophalen, mijn Michelin-bandjes en al. Dus ja, er zat er eigenlijk niks anders op dan een nieuw profiel aanmaken. Mijn levels over te zetten, mijn geld over te zetten. En dat is, dat kan niet op een normale manier, zeg maar. Daar moet je wat dingetjes voor doen. Ik zou zeggen, kijk op YouTube hoe je dat moet doen. Even die trailer goed aankoppelen. Kijk, hoppakee. Oh ja, en om even dat je denkt van, nou, goh, is dat zo bijzonder? Je kan hem automatisch laten koppelen, maar je kan ook, trailer koppelen voor gevorderden. Dus dan moet je hem er echt kaarsrecht voor zetten, anders dan koppelt hij hem niet. Nou, dan vind ik dat ik het toch netjes gedaan heb. Goed, we gaan naar Clermont. Clermont is niet Clermont-Ferrand. Ik ben daar vroeger ooit... Oh nee, dat is niet zo heel erg lang geleden. Ja, dat is wel intussen wel weer lang geleden. Een jaar of 6 geleden. Langs gereden. We zijn er niet geweest, we zijn er langs gegaan. Verder naar het zuiden toe naar Montpellier. In de buurt. Dat is de tweede keer dat ik in Frankrijk ben geweest. De eerste keer was ik 8 jaar. 9 jaar, zoiets. Dat is nu heel lang geleden. Maar goed, dat was dus wat betreft mijn profiel. Mooi kloten. Het is niet anders. Ik moet dus alle garages weer opnieuw kopen. Ik moet alle wegen weer opnieuw ontdekken. En yeah, dat dus. Ik denk dat ik mijn face tracking nog even goed moet zetten. Of gaat het wel goed nu? Ik wil zeggen, het is nu daglicht buiten. Het is zaterdag. Ik weet niet of het ook zaterdag... Nee, zondag. Misschien... Dat het zondagmorgen is als jullie dit kijken, dat hoop ik. Ik wil het wel af hebben. We gaan dit editen. Dus even kijken of we dat een beetje fatsoenlijk voor elkaar kunnen krijgen. En dan kunnen we uploaden op de zaterdagavond. Oh, sorry. En dat je het zondagmorgen kan zien. Verlichting, alles doet het weer. Nou, verkeerde toeter. Nee, het is niet anders. Goed, ja, jammer van mijn profiel, want ik had daar 280.000 mijl op. En dan komen we eventjes op de mijlen. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, en voor degenen die nieuw zijn, ik ben aangesloten bij een virtual trucking company. Dat kan als je dit spel speelt. Er zijn ontzettend veel hobbyisten die een leuke site in elkaar hebben gezet. En met een virtual trucking company. Dus je bent eigenlijk gewoon bij een vrachtwagenbedrijf. Als het ware in dienst. Elke rit die je maakt, krijg je aan het eind een verslag van je hebt zoveel gereden, zoveel verdiend, zoveel brandstof verbruikt. Noem het allemaal maar op. Schade, boetes die je ervoor hebt gehad, XP, alles staat erop. Nou, daar maak ik een screenshot van en dan log ik in op die website. En dit is dan de Squirrel Logistics website. De link staat in de omschrijving als het goed is en anders dan doe ik dat nog. Nee, dat staat in de omschrijving. En daar kun je dan je gegevens invoeren en dan wordt dat op jouw account bijgeteld. Je krijgt een aantal punten voor. Hartstikke leuk. En met die punten kun je dan skins kopen. Op dit ogenblik is het niet meer dan alleen skins. Ik hoop dat er meer komt, maar we zullen het zien. Oh ja, mijlen. Ik, die squirrel, dat is, wow. Sorry hoor, dat ging per ongeluk. Die squirrel, dat is een Engelse kerel die YouTubet ook en die doet dit spel ook. Die doet eigenlijk alleen maar simulatiegames op zijn YouTube kanaal. Zal ik dan ook even een link van in de omschrijving doen? Kun je even kijken. Sorry, ik heb vanmorgen boodschappen gedaan. Ik heb met een maat van mij staan praten. En die praat zo platdalsers. Dus dan moet ik weer even omschakelen. Het zit nog in mijn gedachten. Ons dialect. Sorry. Maar goed, dan moet je even kijken. Die video's van Squirrel, hartstikke leuk. En de maat van hem die heeft dus die Squirrel VTC opgezet. En daar ben ik dus ook bij aangesloten. Ik ben intussen ook moderator, dus ik mag daar ook ritten van anderen goedkeuren, zeg maar. Er zijn 4 of 5 mensen die dat doen. En ja, leuk werk. En toen ik dus... Waarom sta je zo raar voorgesorteerd? Rij eens door. Anders druk ik je aan de kant. Up. Ja, rijden we. Ik was hier laatst ook al. Dat ik dacht van, hoe kan het nou dat ze in één keer allemaal in een rij staan om rechtsaf te gaan terwijl ze links voor gesorteerd staan. Ik vind het raar. Ik denk een bugje. Oh. Oh ja, dus, en omdat ik dus moderator ben en dus al die dingen moet goedkeuren, kom ik er dus achter dat als je je gegevens invoert in kilometers, dat je er een conversie op moet loslaten. Dus een knopje indrukken en dan moet je weer op een ander stukje van het scherm kijken. Bij het goedkeuren, hè? Bij het invoeren maakt het allemaal niet zoveel uit, maar bij het goedkeuren. En toen kwam ik erachter van, hé, als je mail invoert en het aantal liters verbruik invoert in plaats van gallons en je doet het in euro's, dan hoef je maar 1 kolommetje te checken. Tik, 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 klaar, aanvinken, save en accept. Nou, en dan is het goed. Ik voer het altijd in kilometers in en er zijn er heel wat die dat nog steeds doen. Dus dan moet je eerst een vinkje aanvinken bij KM en dan kijken of die conversie goed gegaan is. Ja, klopt. En dan kun je de rest afvinken. Dus dat is de enige reden dat ik in mijlen rij. Dat is voor mij maakt het niet uit, want ik ga niet mijn eigen rit controleren. Dat doe je niet. De slager keurt ook niet zijn eigen vlees. Zo werkt dat niet. Dus anderen die mijn ritten goedkeuren, daar maak ik het even makkelijk voor. Dat is pure insight kennis. Anders had ik gewoon door blijven rijden in kilometers. Was ik. Niet had ik, maar was ik. Goed. Mocht je trouwens afvragen wat het groen-blauwe licht is. Hoop ik dat ik dat zo kan doen. Dat mooiste weer rechtdoor. Er zit zo'n lampachtig ding in mijn cabine. Oh. Ik ben heel slecht in zo rijden. Er zijn mensen die kunnen heel mooi prachtige beelden maken met buiten de cabine. Dat kan ik dus niet. Ik knal geheid ergens tegenaan. Ik heb dit keer geluk gehad. Nu gaat het goed. Goed, dus dat is het mijlenverhaal. Ja, nou ja, dat dus. En van de week ben ik al bezig geweest om opnames te maken van aflevering 27. Dat was ook een ding, joh. Ik ben er vrolijk een stuk aan het rijden. Dat was nog in de 1.26 zonder de Vive la France DLC. En ik had er echt zin aan. Ja, een verhaal gehouden, joh. Ik ben anderhalf uur bezig geweest. En nou, hele verhalen gehouden. Leuke dingen verteld, dacht ik. Ja, denk ik wel. Ja, dat is echt een leuke video geworden, denk ik. Nou, audio. Je kon een mooie cd van branden, dan had je een mooie luistercd. Want ik had vergeten het beeld op te nemen. Dat is zo frustrerend. En ik heb nu 2, 3 keer gecheckt of het beeld wordt opgenomen. Wordt nu het beeld niet opgenomen, word ik echt zo strontjagrijnig. En dan neem ik voorlopig geen Euro Truck meer op. Gaat het wel goed, dan hebben jullie geluk, maar ik ook. Dus dat was, dat was best lullig, want ik wilde gaan editen. Ik denk van, ik morgenochtend heb ik een videootje klaar voor jullie. Niet dus, alleen maar audio. Dus je gooit dat bestand weg en je begint opnieuw uithuilen, opnieuw beginnen, zeg ik dan altijd. Alleen, dan ben je dus een beetje gefrustreerd. En dan denk je van, nou, moet ik bij elkaar pakken, even een bakje koffie drinken en weet je, niks verloren. We gaan gewoon nog een ritje doen. Hey, ik maak het tussen wel kilometers, of mijlen in dit geval dan. Maar ik maak wel kilometers. Ik kan mooi mijn profiel weer een beetje opheppen. Garages kopen als ik ze tegenkom, dan vergeet ik dat steeds. Maar... En ik begin een nieuwe video. Zo gezegd, zo gedaan. Nou, moet je één ding nooit doen. Als je teleurgesteld bent in jezelf, je hebt wat opgenomen, je hebt wat gedaan en het is niet goed gegaan. En je bent heftig teleurgesteld in jezelf en je bent een beetje chagrijnig en denkt van gadverdamme, waarom moet mij dit overkomen, 1,5 uur naar de kloten. Ga dan niet opnieuw proberen een video te maken. Ook al denk je van oh, ik ben wel aardig goed op pas, dit gaat goed. Dat gaat niet goed. Dat echt succes, nee, mislukking gegarandeerd. Ik heb na die opname, die fout ging, een nieuwe opname gemaakt. Ik ben vrolijk aan het rijden, dacht ik, vrolijk aan het rijden. Ik ben een mooi verhaal aan het vertellen, hetzelfde verhaal. Anders dan wat ik nu doe. Ik bedoel, nu zijn we een paar dagen verder en ik heb Vive la France aangeschaft. Ik kon het gelukkig nu wel betalen en ik heb nu joppie de poepie Vive la France. Dus ik ben sowieso al blij. Blij dat ik dat heb. Blij dat de installatie gelukt is. Blij dat ik straks de Dutch map ook weer kan gaan gebruiken. Want daar ben ik weer heel blij mee. Die probeerde ik gisteren en dat werkte niet. Maar dat kwam omdat Vive la France was daarvoor nodig. Dan ben ik sowieso al van, als ik een spel heb, wil ik het wel compleet kunnen spelen. Nou, in het geval van, hé, wat is dit veranderd? Het is 3 baans. Kan het zijn dat ik mij vergis dat het eerst altijd 2 baans was, maar... Nee, maakt niet uit. Ze hebben wel veel veranderd trouwens hoor, SCS met Vive la France. Maar goed, de Dutch Map 1.4 is uit en er zaten volgens mij nog wel goede upgrades in. Ook dat hij weer compatible is met 1.26 in plaats van 1.25 van Euro Truck. Gaan al die nummers nou duizelen, maak je niet ongerust. Ik zet het allemaal wel in de omschrijving. Maak ik het niet vergeten. Maar goed, om die te kunnen spelen heb je dit dus nodig en die ga ik dus ook. Ik ben gewoon goed te pas, zoals ze dat hier zeggen. Oftewel, ik ben vrolijk. Ik ben goed gematcht. Nou gaat zijn opname ook veel beter, heb ik het idee. Totdat er natuurlijk een of andere Jan Doedel mij gaat inhalen of voor mij gaat remmen of zo en dat ik dikke schade rijd. Dan word ik weer een beetje chagrijnig, maar dat zien we dan weer. Dat zit dan in het spel. En dan word ik op dat moment even een beetje boos. Oh ja. Ik ben dus dat aan het opnemen. Vertel van alles en nog wat. En intussen spookt dat gewoon in je achterhoofd. Hè? Opname klaar. 1 uur. Bijna. En dan, nou, dan kan ik nog in elk geval wat uitknippen. Er zaten wat stille momenten in. Dat weet ik. Zo stil dat ik dacht van dit is niet leuk stil. Dan kan ik in elk geval eruit knippen. En het begin ging een beetje hakkelend, stotend, dat ik denk van ja, ik weet het niet. Ik weet niet of dit wel een leuke video wordt. En op een gegeven moment denk ik van ja, dit wordt wel een leuke video. Ik maak er wel wat moois van. Komt helemaal goed. Ik zet hier, kijk, dit is toch één. Deze splitsing zat ik mee, of die... laat maar. In elk geval... ik zit toch net niet helemaal goed voor mijn face-track cameraatje. Kijk, dat ik een beetje bij kan draaien hoor. Oh ja, mooi. Dus ik had 1 uur opgenomen bijna en ik denk, nou, daar gaat editen. Dus ik laat de film en de audio in mijn editprogramma. En ik begin te luisteren naar mezelf. En binnen een kwartier was ik... ja... had ik zoiets van, nee, dit kan niet. Nou, dat knip ik eruit, bam, bam. Ik had de eerste 20 minuten er al van afgehaald. Ik denk, dan kan ik een beetje mijn introductie, die was nog wel aardig. Die hou ik erin en dan skip ik gewoon een heel stuk, 20 minuten. Dan moet het goed gaan. En dan komt het helemaal voor elkaar. Dus ik doe dat en ik luister nog een keer. Ik denk nog geen 10 minuten. Nou, als mensen hier naar moeten luisteren, dan... ik heb nu 1384 abonnees. Ik denk dat ik er nog 2 overhoud. En dat is mijn dochter. En een van mijn vrienden, hoop ik. Dat die zeggen van, nou, Jan, ik snap het. Je hebt dus een keer niet je dag. Dat kan gebeuren. Blijf gewoon trouw abonnee. Maar dat zullen dan 2 of 3 zullen er zijn die overblijven. Ik denk, maar dat ga ik niet doen hè. Verschrikkelijk. Het is niet om aan te horen. Ik hoop dat dit wat beter is. Maar ik in elk geval iets vrolijker overkom dan toen. Man, ik was chagrijnig van mezelf. Opnieuw. Hé, dit is niet leuk. Dat is niet leuk. Maar goed. Dat terzijde. We zijn nu gewoon lekker in Frankrijk. Dan hoop ik, ja, zullen die tolpoortjes nog steeds wel hebben, denk ik. Eigenlijk zo'n hekel aan. In de Scandinavië DLC hebben ze die tolpoorten in Scandinavië hebben ze mooi 2 betaald en 2 doorrijden wordt automatisch van je rekening afgeschreven. Dat moeten ze eigenlijk door heel het spel doen, overal. En tegenwoordig iedereen die betaalt toch gewoon met een NFC-chipje. Waarom zou je dan nog met cash moeten gaan betalen? Niemand die dat doet. Jouw peage. Een tolweg. Goed, we moeten nog 460 mijl, 450 mijl. Reken maar op zo'n keer 1,689, nee, 600-700 kilometer. Ja, kijk, dit zijn van die... Nee, dit is het niet. Wel, dat is het wel. Verdorie, zie ik dat nog goed of niet? Die bomen gaan wel open. Ja, kijk. Hatsé. Ik twijfelde even, omdat er niet zo'n groen dingetje stond en wel een boom naar beneden ging. En nou had ik zoiets van... Ik weet niet, ik heb het in het verleden ook wel eens gehad dat ik dacht van... Oh, je kan doorrijden, maar dat ging niet. Hier dus wel. Nou, dat bedoelde ik. Dat hebben ze dus wel goed gedaan. Dank u wel, SCS. Voor deze geweldige aanvulling. Ik heb intussen American Truck Simulator ook nog... Heb ik die al een keer geüpload laatst? Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Ik maak niet zo heel veel video's, dat is een beetje jammer eigenlijk. Vind ik zelf jammer omdat ik wel meer video's wil maken, maar ook omdat ik, ja, ik heb er niet zo heel veel tijd meer voor. Zou je denken van, joh, ik heb helemaal geen baan, hoezo geen tijd? Ik heb wel, ja, in die zin wel een baan, ik ben gewoon huisman nu, hè. En geloof mij, huisvrouw, oh gezellig huisvrouwtje, oh, mooi thuis zitten. Je hebt geen tijd om gezellig te wezen hoor, best druk. Als huisman zijn er net zo druk als een huisvrouw. En dat doe ik nog niet eens alles, want mijn vrouw die wil heel graag nog zelf de was doen. Die wil zelf nog de was ophangen en dat soort dingen. Kan ze even. En opvouwen ook. Ik mag dat niet doen van haar. En dan zit ze iedere keer aan die schone was te ruiken. Van, oh, het ruikt er toch lekker. Oh, heerlijke schone was. Dat ik denk, joh, als je het daarom doet. Je mag rustig even nu de kast open trekken en je neus in die was drukken. Vind ik best. Ik bedoel, ik wil dat ook doen. Maar goed, dat mag ik dus niet. Dus ik heb iets meer vrije tijd dan een doorsnee huisvrouw, man. Slash man, want tegenwoordig is het huismens. Zullen we het huismens noemen? Ik bedoel, er zijn denk ik... Ik ben vast niet de enige huisman. Ja, huismens. Ik vind het eigenlijk wel een mooi woord. Maar in elk geval, ik heb het dan iets minder druk dan de doorsnee huismens. Maar toch, zat te doen. Elke dag zorgen dat het eten klaar staat 's middags. Dus dan ben je, ja, zo kookgek als ik dan ben, ben je 2 uur verder. Die 2 uur van de dag heb je gewoon echt nodig om je hart en ziel in het eten te leggen. Dat ze ook kunnen proeven van, hé, dat heeft hij met liefde gedaan. Ik bedoel, als mijn vrouw tegen mij zegt, Jan, dit is de lekkerste boerenkool die ik ooit gehad heb, stamppot boerenkool, en ze is dol op stamppot boerenkool. Dan denk ik van ja, als die beter is dan die van haar moeder, daar ga ik voor, hè. Maar goed, dat betekent wel dat je er wat extra aandacht en liefde aan moet besteden. Want, oh shit, mijn VGA-kaart, nee. Ik weet niet of dit goed gaat. Oh crap. Ja, dat is dus een puntje van chagrijnig worden. Ik heb geen beeld meer. Oké, pauze. Wauw. Daar ben ik weer. Schade 3% aan mijn vrachtwagen, 1% aan mijn vracht. Dat valt me nog reuze mee. Ja, ik weet niet precies wat het is. Zo heel nu en dan gebeurt dat. En dat is ook alleen maar als ik aan het opnemen ben. Dan wordt mijn scherm in één keer, in dit geval niet zwart, maar grijs. met streepjes erdoor, maar ik zie dus helemaal niks. Het geluid hoor ik nog wel, het ging allemaal goed. Maar beeld is in één keer weg. Nou, dan druk ik gewoon op escape om geen schade te veroorzaken. En dan, wat ik eigenlijk moet doen is eerst op control drukken. Dan slaat hij automatisch op. En dan, dat is mijn sneltoets voor save game, quick save, die bedoel ik. Alleen nu heb ik dus op escape gedrukt. Denk, oh ja, ik moet eerst die quick save doen. Dus weer op escape en dan gaat hij rijden. En ik hoorde al kaboen, kaboen, kaboen. Ik denk, nou, dan gaat hij. Nou, quick save toch maar gedaan. 1% schade aan mijn vracht, dat valt me mee. Ik heb het liefst, kom ik onbeschadigd over. Maar goed, het is niet anders. Ja, dan is het in één keer het beeld weg. En dan moet ik via... en dat is heel raar, dat is op die ene monitor. Dan heb ik in de andere monitor had ik mijn OBS dinges nog staan. En daar zie je dus een stilstaande truck. Terwijl die reed, dus dat klopt ook niet helemaal. Moet ik hier wel even een beetje rustig doorrijden. Hoppakee, betaald. Kijk, daar houden we van. Goed, maar dat ging dus hopeloos mis. Dus ik moest het spel even opnieuw opstarten. Dan heb ik ook gewoon beeld weer. Anders dan had ik dit ook niet zo kunnen doen. En hij doet het weer. Ja, ik ben heel even heel chagrijnig geweest. En ik heb dingen gezegd die ik niet had moeten zeggen. Die heb ik eruit geknipt. Dat gebeurt nu een keer. Maar goed, ik was bezig met een verhaal. En normaal gesproken zou ik zeggen van... Goh, waar heb je toch over? Maar ik weet het nog. Ik denk, dan moet ik onthouden waar ik over aan het lullen ben. Want anders dan komt er ook weer zo raar over. Ik heb trouwens, ik had mijn navigatievenstertje nog aanstaan. Maar ik wil eigenlijk... Oh ja, dat wil ik nog proberen. Jullie gaan dat met mij meemaken. Ik heb namelijk gewoon navigatie in mijn trucje. Zoals je ziet. En dan zag ik video's van mensen die hun navigatie... Nee, dat zeg ik fout. Een infovenster. Wow. Dat was bijna nog veel meer schade geweest. Nou heb ik mensen gezien die de info zeg maar, van de bovenste regel van dit infoschermpje en de onderste regel alleen maar hadden zonder het navigatiedeel. Nou heb ik gezien in de instellingen, en ik kan het mis hebben, want dat heb ik wel vaker. We moeten toch naar de tolweg. Dacht ik dat je dat navigatiedeel kon uitzetten. Dus dat gaan we even navigatie tonen. Alleen leveringkaart, wereld en leveringkaart. We gaan het gewoon even proberen. Even kijken wat er gebeurt. Heb ik kans op regen wel aanstaan? Ja, er staat wel kans op regen. Het is niet, als ik zo doe, dan regent het bijna continu. Dus dat doen we niet. Eén klein dingetje en dan gaat het nu en dan regenen. Ik niet denk dat ik aan het cheaten ben of zo. Dat doe ik toch wel. Oké, alleen wereld. Nee, dat is niet wat ik moet hebben. Als iemand mij vertellen kan, en ik kan het met de muis niet aanwijzen, dus ik ga het omschrijven. F3. F3 druk ik nu in, nou is die informatie weg. Nou druk hem weer in, dan heb je er nog een lijstje om, druk hem nog een keer in. Dit wil ik in beeld hebben, behalve het navigatiegedeelte. Dus behalve dat kaartje. Dan moet dat niet zo moeilijk zijn. Dus dat ik alleen de informatie heb van zoveel mijl per uur, welke versnelling ik in zit, het vrachtautootje wat aangeeft hoeveel schade ik heb, het tankje wat aangeeft hoeveel brandstof ik heb, het bedje vind ik niet interessant, want ik heb de slaapsimulator, hoe heet dat, de vermoeidheidssimulator uitstaan. Maar dat wil ik in beeld hebben en wat onderin staat. ETA, zaterdag, 16:11, 352 mijl. Dat wil ik in beeld hebben. En dat kaartje hoef ik niet. Want dat vind ik totaal niet interessant. Want ik heb zo'n kaartje op mijn navigatieschermpje daar vlak boven staan. Dus... Wow, dat ging even niet goed. Zo wil ik het hebben, anders niet. Huisman. Daar had ik het over. Je kunt het best druk hebben als huisman zijn. Eten 2 uur per dag moet je er wel voor uittrekken. Als je het goed wil doen. En als je meerdere mensen hebt die bepaalde dingen niet lusten. En dat je dus 2 of 3 dingen moet gaan maken. In plaats van gewoon een grote emmer vol stampen boerenkool. Nee, dat doe ik niet in een emmer, dat doe ik in een grote pan. Maar als je boerenkool maakt en er zijn er twee die het lekker vinden en de derde die wil wat anders. Dan moet je, tijd voor hebben. En er tijd voor maken. En vervuld zijn met liefde. Voor de mensen die bij je eten en voor het eten zelf. Een beetje deurjagen mag wel, hè? Ja, 29 euro betaald. Ja, dat vind ik eigenlijk, als dat venster in beeld komt, dan werkt dat kadertje er niet omheen. En soms dan kijk ik even van, hoe staat het met mijn schade? En dan moet ik hem echt, dat is met een knopje bij mijn versnellingspook, maar dan moet ik echt, naar mijn F3, naar mijn toetsenbord, nog een keer F3. En dat vind ik dus irritant. Goed. Ja, eten. Kun je druk mee hebben. Vooral met meerdere fijnproevers. Goed, daarnaast... ja, moet je nog een aantal dingen doen. Het is nu zaterdag dat ik dit aan het opnemen ben. Maar goed, er staat toch wel op mijn takenlijstje ook nog even stofzuigen zo. Dus dat moet ik straks nog wel doen. En een ander doet het niet voor me. Dus ik moet het zelf doen. Sanitair moet gereinigd worden. In elk geval 1 keer in de week. Nou, het is er nog meer. Als je een tuin hebt, moet je in de tuin aan het werk. Want je kan het toch ook niet laten verslonsen. Stofzuigen, stoffen, de hele reut. Alles moet wel gebeuren. Daarnaast ben ik vrijwillig aan het werk. Dat heb ik volgens mij al een keer verteld in de video. Mijn vrouw die werkt in een zorgcentrum. En is daar op dit ogenblik niet meer verzorgende. Maar verpleegkundige. Omdat meisje heeft de opleiding gehaald voor verpleegkundige. Dus... chapeau meid, maar heeft het dan best wel ernstig druk. Dan heeft ze een aantal cliënten die wat begeleiding nodig hebben van buitenaf. Omdat daar gewoon personeel niet voor is en niet genoeg vrijwilligers. Ja, nee, niet genoeg vrijwilligers. Ze werken met ontiegelijk veel vrijwilligers daar. En ik ben er eentje van. En dat kost niet zoveel tijd, maar het kost wel tijd. Je moet dan wel... even tijd voor vrijmaken. En als zo'n iemand dan naar het ziekenhuis toe moet voor de controle van het een of ander, trek dan maar gewoon de hele middag vooruit of de hele ochtend, want die ben je gewoon kwijt. Ook al is het maar 10 minuten heen, 10 minuten terug en daar 10 minuten bij de dokter zitten. Wachttijden heb je erbij, wacht op de taxi, noem het allemaal maar op. Dat kost tijd. En niet erg, hè? Ik bedoel, ik klaag niet. Ik vind het fantastisch om te doen en de dankbaarheid die je ervoor terugkrijgt is onbetaalbaar. En daarnaast doe ik dus ook nog vrijwilligerswerk bij een stichting die maakt video's en audio en van alles nog wat voor mensen die voor oudere mensen die slechte been zijn, niet overal om heen kunnen. En daarvoor monteer ik video's. Hé, wat leuk, video's monteren. Dat doe ik hier ook, maar dat doe ik ook 1 dag in de week als vrijwilliger bij die stichting. En dat is gewoon werk, hè? Maar wel ontzettend mooi werk. Het leuke van dat werk is dat het is werk, maar het voelt niet als werk. Het is gewoon van, goh, ik ga even door met mijn hobby. Alleen, dit zijn wel serieuze onderwerpen, serieuze filmpjes die je moet editen. Het is geen flauwekul. Het is geen... ja, sommige mensen kunnen het misschien wel als flauwekul bestempelen, maar het is niet flauwekul. Het is echt serieus en daar gaan heel veel mensen naar kijken. Er wordt ook serieus geld voor betaald, dus moet je dat ook goed doen. En ik vind het fantastisch om te doen. En ook daar... even oppassen dat ik nu... Ja, ik sta goed voorgesorteerd. Ook daar is het vrijwilligerswerk. Ik krijg er wel een kleine vergoeding voor, maar daar kun je niet van leven. Het is gewoon meer een waardering voor hetgeen wat je doet. Ze verwachten ook wel van je dat je daar bent. Je spreekt dat af. Dus die dag, en dat is een volle dag, ben ik in de week kwijt. Dus reken maar dat als je vakantie hebt, of je bent werkzoekende, voelt het toch anders dan dat je op een gegeven moment de overstap maakt van werkzoekende naar want werkloos vind ik zo. Werkloos, niemand is werkloos, zeg maar. Je hebt altijd wel werk te doen, ook al heb je geen betaalde baan dan nog. Ik ben geen werkloos, ik werk, ik doe heel veel werk. Ik ben huisman, doe 2 vrijwilligersbaantjes, dus ik werk. Maar ik heb geen betaalde baan. dat is iets wat mensen die vergissen zich er nog wel eens in hoor. Van, oh Jan, die zit toch bij huis. Die heeft tutsat. Oh, sorry, Nederlands. Jan die zit toch bij huis. Thuis. Die heeft tijd zat. Ah, zo werkt het niet. Oh, dit was heel onbeleefd van mij. Zag je dat? Die man links. Moet je even terugspoelen als je het niet zag. Ik reed hem bijna van de weg. Sorry. Maar, dat dus. Kijk, als je vakantie hebt, een week vakantie hebt en je doet gewoon een week lekker niks, dan heb je tijd zat. Tuurlijk. Of 2 weken of 3 weken, hoe lang je vakantie hebt. Zit je op school en je hebt 6 weken vakantie in de zomer. Dan heb je gewoon letterlijk 6 weken. Kun je dingen doen die je wil. Dat wordt anders als je toch de zorg hebt voor je gezin. Je vrijwilligersbaantje en alles. Kijk, was het zo dat ik thuis hier niks te doen had. Dat het huishouden gewoon door vrouwlief werd gedaan, 100%. Dat zij dat even naast haar volledig betaalde baan ook dan nog even bijdeed. Ja, dan kon ik elke dag video's maken. Want daar, zo kwam ik erop. Elke dag video's maken. Maar ik heb daar gewoon simpelweg de tijd niet voor. Ik dacht altijd van, en dat was in het begin met YouTube, Arjan Lindenboom, Arjan.org, die heeft mij daar eigenlijk een beetje toe gezet. Met Minecraft. Van joh, ga het opnemen, dan hou je jezelf ook een beetje in de hand qua game tijd, zeg maar. Dat werkte absoluut. Een goede motivatie om niet de hele dag achter de computer te zitten. Alleen toen had ik zoiets van, ach joh, ik heb er tijd genoeg voor. Dat is dus gewoon niet zo. Er werd mij ook wel eens gezegd hoor, van oh jij kunt dit wel, jij kunt dat wel. Hé, je hebt tot tijd zat joh. Ik weet niet waar mensen dat idee van aanhalen. Maar goed, genoeg daarover geduld. Oh, weer een nieuwe volger op Instagram. Leuk. Daar hou ik van. Hé, we zitten... Kijk, nou moet ik die informatie weer tevoorschijn halen van hoeveel moeten we nog. Ik zit op verkeerde scherm. 220 mail. Oké. Voor uitdrukken. Kijk, daar heb ik een beetje een pestekel aan. Dat moet gewoon anders. Het zal vast een of andere mod zijn. Als iemand het weet, dan zet even in de opmerkingen hieronder. Dit is trouwens, ik hoop dat deze video wat dat betreft ook wel lukt. Dit moet op 27 p zijn en dan met 60 frames per seconde. Ik hoop dat hij dat... Op mijn beeld ziet het er goed uit. Loopt het allemaal lekker soepel. Maar als de video ook zo is... Ik kom er gewoon achter dat die computer voor mij is gewoon niet meer... niet meer wat het is. Wat hij was, bedoel ik. Het is niet meer wat... Het is niet meer wat het was. Dat is het. Snap je het nog? Zo'n fantastische i7 met... ik geloof maar 6 gigabyte intern geheugen. Misschien moet ik er wat meer in gaan drukken. VGA-kaart. Ik heb geen idee wat erin zit. En ergens... Nee, ik heb dat niet meer. Ik schaam me er niet meer voor. Ik ben er klaar mee. Ik heb 11 jaar bij Dynabyte gewerkt, computerwinkel, toestanden, op de technische dienst, helpdesk eerst samen met Arjan, daarna op de technische dienst. Toen Arjan weg was had ik zoiets van, nou dan ga ik niet meer op die helpdesk zitten. En ja, elke dag met computers bezig, ik wist van binnen en van buiten hoe dat ding eruit zag, hoe het werkte en alles. En wist ik het niet, dan vroeg ik even een van die jongens van de TD, of joh, hoe zit dit, hoe zit dat, en ik wist het. Ik kan zo'n ding nog openhalen, zo'n kast, ik kan alle onderdelen eruit halen. Leg mij gewoon alle onderdelen neer, ik sleutel hier zo'n computer in elkaar, binnen een uur draait hij. Volledig. Geen probleem. Maar... Ga me niet meer vragen wat voor chipset erop zit en wat voor processor. En wat ik dacht dus altijd, je hebt i3, i5, i7, dat zijn de snelheden. Dat is dus niet zo, want daar heb je weer allemaal types in. Wist ik veel. Ik dacht dat ik met mijn i7 wel goed zat. Dat is een i7 van 4 jaar oud. En je hebt, als ik daar nu een nieuwe i7 chip in zou zetten, dan zou die een stukje sneller zijn, denk ik. Maar geen idee of mijn moederbord dat houdt. En zo ook met die VGA-kaart. Ik zou het echt niet weten wat erin zit. Geen idee. Ik heb dingen op tweedehands gekocht, hè. Dat scheelt natuurlijk ook. Als je een computer nieuw koopt, dan let je op specificaties. Uit tweedehands van een familielid overneemt. Ja. Yeah. Dan kijk je niet zo nauw als het ding me doet. Ja. Dus ik heb zoiets van... Prima joh. Ik merk het hoor, dat hij ik kan niet op de hoogste kwaliteit. Ik denk dat, ja, dat kun je ook wel zien aan de video, denk ik. Dat hij echt niet de beste kwaliteit is. Qua details en weet ik het wat. Ja, misschien, als je het vergelijkt met mijn eerdere video's, zeg maar, vooral mijn eerste Euro Truck video's. Daar hebben we wel een verbeterslag gemaakt. Maar goed, dat was ook nog op mijn vorige computer. Dat was nou het lijkt. Ik denk, doet het nou prima. Maar die was op een gegeven moment aan het eind van zijn Latijn zo'n bommetje vol. Ik heb hem schoongemaakt, er staat nog Windows 10 op dat ding. En die gebruik ik voor als ik aan het livestreamen ben als tweede monitor. De taalkring doet nog aardig. Maar als ik daar heftig grafisch werk op doe, dan blaast hij ook als een dolle. Dat trekt hij ook niet meer. Ik zit net even te kijken, mijn audio-opname die staat al op 3 kwartier. Nou is deze video niet zo lang hoor, want er zit dus ook alles in wat... ik heb gewoon door laten lopen toen het misging. Dus ik kan nu nog steeds... jullie weten of ik het erin heb gelaten of niet, maar ik kan het er nog steeds in laten. Dat alles misging en dat ik tekeer ging, maar dan moet ik wel wat wegpiepen. Want dat kan echt niet. Nee, dat doe ik ook niet. Dus die 3 kwartier, 50 minuten al bijna, waar die nu op staat, dat gaan we niet redden in de video, denk ik. In elk geval, als je nu kijkt van, nee, de tijd, nee, dat is nog langer dan 50 minuten. Jan, dat kan nog wel een stukje. Alleen, ik weet dus niet hoeveel we nog moeten. Want, ik heb mijn informatie niet, ik zet hem toch aan hoor. Ik vind het hoogst irritant dat ik dat niet gewoon direct kan zien. Maar als het een beetje mee zit in de volgende video, dan zien we dus alleen maar de bovenste en onderste regel. Dat hoop ik. Dat zou vast de mond zijn. Als het hier niet in de opmerking komt, als niemand van jullie het weet, dan ga ik zoeken in de mods. Ja, dat moet er vast zijn hoor. Ik bedoel, hoe krijgen die jongens dat anders voor elkaar? Nog 126 mil. Dat is op zich niet zo heel erg ver meer. Dat is wel prettig. En als je wil weten wat er in kilometers is, ik weet niet of dat net gezegd is, moet je keer 1,6 doen. Dus hier ook de maximum snelheid is 56, dat is een mijl per uur. Keer 1,6. Ik denk dat je dan op 110 uitkomt. Nee, dan kom je op 80 uit. Sorry, 90. 90 kom je dan op uit. 60 mijl per uur is 100 km per uur. Plus minus bij benadering. En gaan we nou niet corrigeren in de commentaren van u. Dat is 100,137 km. Dat snap ik. Voor het gemak ronden we het af. Want ik ben wel van het gemak. Een beetje last van hikjes. Ik vind toch... Ik zit altijd... Dan ga ik dit opnemen en denk van... Ja, wat zou ik eens gaan vertellen? En nou ja, dat wordt een video van 20 minuten. Die halen we er wel uit als ik het niet vergeet. En anders, sorry. Voor het hoesten. Maar dan denk ik altijd van... Hoe krijg ik die tijd nog vol gepraat, hè? Volgens mij gaat me dat nooit lukken. Ik heb gewoon 50 minuten volgen. Nou, nee, 3 kwartier. Nee, nog minder denk ik. Maar in elk geval, het is me weer redelijk gelukt. Leuk. Ik weet niet eens meer. Ik heb de vorige video, zeg maar, die niet een video is geworden, waar ik best wel een beetje chagrijnig was. Daar had ik op een gegeven moment wel een interessant verhaal en ik weet niet meer waar ik het over had. Toen platen ik aan één stuk door. Op een gegeven moment, dat was in het laatste gedeelte, maar ja, daar had ik ook zoiets van, ik kan dat laatste gedeelte wel gaan uploaden. Maar dan mis je het begin, zeg maar. Dan mis je eigenlijk het punt waar het om gaat en dan mis je eigenlijk ook de aanleiding waarom ik over dat verhaal begon. Het had te maken met... Oh ja, dagelijks video's maken. Ja, want daar zit ik wel eens mee. Daar had ik net ook al over. Nu ik zelf video editing doe voor het bedrijf, voor die stichting, zie ik pas hoeveel werk het is, zeg maar, om een korte video kwalitatief heel goed te maken, zeg maar. Ja, dat was het. Dan zie je van die vloggers bijvoorbeeld, die dan een filmpje neerzetten van een kwartier. En die dit niet met zo'n point-and-shoot camera doen, maar gewoon echt met duurdere spul, met het goede, betere spul. Kwaliteitsvideo's, echt, dat je zegt van ja, dat is ook mooi geëdit, zeg maar. Als ik zie hoeveel tijd je daarmee kwijt bent, man, dat is niet normaal. Een dagelijks vlogje van een kwartier, 20 minuten, op hoge kwaliteit, daar moet ik er wel bij zeggen. Dat je echt zegt van ja, goede content. Niet alleen, maar ook hoe knip je het, wat voor muziek zet je eronder. Daar komt veel bekijken, joh. Gisteren bijvoorbeeld, dat was ook mijn vrijwilligersdag, had ik 2 filmpjes van 20 minuten en dan ben ik al, ja, dan moet ik het in dagen zeggen, ik denk dat ik daar de afgelopen 3-4 weken mee bezig ben geweest, dat is 1 dag per week, hè? Dus 3-4 dagen ben ik bezig geweest met die filmpjes, dat was per filmpje ongeveer een uur materiaal, nee, minder. Ja, maar dat hadden ze voor mij trouwens ook al voorgeselecteerd en gesynchroniseerd ook al. Dus daar hoefde ik al niet te veel voor te doen. Maar om dan nog even de puntjes op de i te zetten. De kleurbalans nog een beetje bij. Met geluid moeten we nog. Maar alleen al... er waren 2 camera's die op de geïnterviewde en de geïnterviewer stonden. en met 3 of 4 camera's hebben ze ook nog wat losse beelden gemaakt die je als inserts kunt gebruiken, zo noemen ze dat. Dus dat je hebt een interview met 2 mensen en dat is in de natuur in dit geval. Dan laat je ze nu en dan wat zien van die natuur. Op een gegeven moment hoor je wat, dus die 2 zijn aan het praten en je hoort ganzen overvliegen. En dan zag ik dus bij die inserts, hadden ze dus ook ganzen opgenomen die overvlogen. Ik denk, nou, dan plak je dat ertussen. Dat soort dingetjes, daar moet je allemaal aan denken. Daar maak je een video kijkbaar mee, denk ik. Maar je moet dus ook een beetje wisselen tussen beide camera's. En dat is een werk, joh. En dan moet je ook nog goed opletten dat ze niet gekke bewegingen maken met die camera. Dat die wel scherp gefocust is, zeg maar, op het onderwerp. Dus op de geïnterviewde. Dat is best wel veel werk. Als je dat dan allemaal goed wil doen, perfect wil doen, ben je echt ontzettend lang mee bezig. En dan ben ik dus nog maar net begonnen, hè, met dat werk. Dus het is voor mij allemaal nieuw. Ik ben er ook zo vol gegooid van, nou, hier heb je het programma Adobe Premiere. Op een grote iMac 27 volgens mij, of 24, 27. In elk geval, bakbeest van het ding. En leef je uit. Je weet hoe dat moet, video editen. Ja, thuis ook wel het een en ander gedaan, maar niet professioneel. Gewoon leuk YouTube filmpjes knippen, plakken. Nou, dan kun je dit ook. Yo, succes. En dat was het. Dus iemand die volleerd filmmaker is, die is daar natuurlijk wat behendiger in en die doet het allemaal wat sneller. Maar dan nog, als je dan hoort van, ik noem hem gewoon Casey Neistat, vind ik leuk om naar te kijken. Die man die maakt mooie video's. Die deed dus dagelijks vlog, doet hij niet meer. Maar dan vertelde hij ook, was hij bezig, de hele dag bezig met die camera in de weer. Alles wat hij deed, dat werd dan opgenomen en dan meerdere camera's. En dan ging hij s'avonds dat editen. Tot diep in de nacht is hij dan bezig. Ik geloof dat hij 6, 7 uur per dag bezig was met editen. Voor één filmpje, hè? Ik vind het knap. En dat is dan eentje dat is een filmmaker. Die man die heeft nooit anders gedaan in zijn leven. Ik vind het knap. Maar ik heb veel respect gekregen voor mensen die in de filmwereld zitten, in de tv-wereld, documentaires in elkaar knippen en plakken. Man, 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 wat een werk is dat. Clermont-Ferrand, we zijn er. Kijk, want deze video, dus op zich, ik hoef met kleurcorrecties bijvoorbeeld niks te doen. Ik heb geen last van het weer, dat de zon net even iets anders schijnt. Ik kan zelfs gewoon nu escape drukken, morgen verder gaan en er verandert niets aan mijn kleuren. Er verandert niets aan de scherpte van mijn beeld, dat soort dingen. Daar heb ik geen last van. Ik hoef geen inserts te bedenken, geen, ik kan de muziek onder gaan zetten, dat hoeft niet per se. Allemaal van dat soort dingen hoef ik dus nog niet eens. Dit is ideaal. Het is alleen maar even mijn gescheld en getier eruit knippen. Dat het misging. Voor de rest... Auw, wat was dat? Een aanrijding? Met wie? Potverdikke. Ah, 4% schade. Nee, daar baal ik van. Wat heb ik verkeerd gedaan? Shit. Hé, maar hier zijn we dan, Clermont-Ferrand. En niet in een modpack, maar in een DLC. Oh, dus trouwens goed dat ik het nou in één keer aan denk. Ik moet mijn promods even aanpassen, want ik had promods voor 1.26 had ik wel gedownload en geïnstalleerd, maar dan zonder de DLC. Dan moet ik dus de andere versie downloaden waar de DLC wel in gebruikt kan worden. Goed dat ik er nu aan denk, moet ik zo wel even gelijk doen. En de Dutch map gaan we straks ook nog even proberen. Maar dat zien jullie pas veel later. Verdorie dat ik die schade gereden heb, daar baal ik een beetje van. Die 1% vond ik nog niet zo erg, maar 4. Wat hakt erin? Ah, ik zie dat mijn computer er nou iets moeilijker mee heeft. We zitten in een stad. Zie ik weer geen rol. Dan zitten we in de stad en dan krijgt het toch wel moeilijker met al die assets, al die huisjes, boompjes, beestjes, alles wat er rondloopt en rijdt. Dat moet hij nou allemaal gaan uitrekenen. Heeft hij... Oeh ja, daar heeft hij het moeilijk mee. Nou, sorry, het laatste gedeelte van de video is dan een beetje hakkelend en stotend en haalt hij de 60 frames net niet, denk ik. Ik denk dat hij de 30 nog niet eens haalt. Sorry. Maar ik ben blij met Vive la France. Ik heb er even over na moeten denken. Echt maar heel even. En toen de Belastingdienst zei van hier heb je je geld. Toen dacht ik, dankjewel Belastingdienst. Omdat ik verlies gedraaid heb. BTW teruggekregen. Dan mag ik mezelf troosten met de Vive la France DLC. Ah kijk, eindelijk groene golf. Wow. Het zou toch bijna misgaan. De Michelin fabriek. Dan mag ik gaan lossen. Oké, nu krijgen we de vraag. Dat is nieuw. Tenminste voor mij in Euro Truck. Dan krijgen we de vraag. Waar willen we hem neerzetten? Daar of daar? Dit is makkelijk. Dit is moeilijk. Ik kan ook zeggen. Joh, ik heb er helemaal geen zin aan. Het is niet dat ik haast heb. Dat ik het zou overslaan. Dan is het meer van ik heb geen zin om moeilijk te doen. Maar dat doen we niet. 15 XP puntjes moet toch even mee snoepen, toch of niet? Voordat ik trouwens mijn vrachtwagen parkeer, nog even een screenshotje maken. Ik vergeet dat altijd. Even kijken hoe we zo'n mooie screenshot te maken kunnen. Michelin fabriek hier op de achtergrond. Ja, tuurlijk. Ik denk dat we het zo gaan doen. focus. Een beetje, ja, ja. Verzadiging nog een beetje. Deze skin trouwens, dit, met die draak, dat was, die kon je verdienen. En dat was ook met dat dingetje in de cabine. Die kon je krijgen als je kerstpakketjes, kerstcadeautjes wegbracht. Dat is ook zo'n actie van SCS. Hoppa. Zo. En dat kan ik nog even laten zien, denk ik. Als je dan een vrachtje afgeleverd hebt. Het heeft ook te maken met het koppelen. Nou, dit hè. Foto van zakken. Leuk hè. Nou, het andere resultaten. Ja, dat is jammer. Nou, dat is nog niet zoveel als dat ik gedacht had. F10 voor de VTC. Ik moet dit invoeren. Aantal kilometers. Brandstofstand. Wat ik verdiend heb, wat ik verloren heb. Wat ik aan XP heb gehad en wat ik kwijt ben geraakt aan XP. Dat voer ik in. Bij de Squirrel. Ik vind het dan zo lastig. Squirrel bij de eekhoorn. Mensen, bedankt voor het kijken allemaal. Vond je het leuk? Dan... dan zou ik het leuk vinden als je een duimpje achterlaat. Kijk, daar heb je dat ding. Met al die ledlampjes erop. Duimpje omhoog betekent voor mij dat je het leuk vond. Vond je het niet leuk, dan doe je een duimpje naar beneden. Heb ik het liever niet, maar dan had je gewoon niet moeten gaan kijken. Maar goed, ben je nog niet geabonneerd, abonneer je dan even op het kanaal. Ik zou het leuk vinden als we naar de 1400 kunnen, na 2 jaar, een keer. Bedankt voor het kijken. Mazzel. Oh ja, dat doen we eigenlijk zo vanuit buiten, hè? Zo doen we dat. Mazzel. Ik wil ook een andere toeter. Nou, doei!